Barbara, je werd voor van de wedstrijd gehuldigd voor je 250 wedstrijd, die was vorige week tegen Ajax. Normaal gesproken is het, het publiek bijna, dan wordt het een beetje karig. Hè? Ja, dat is uh, tegenwoordig ook wedstrijd. Hè? Dat is wel jammer, maar ja, maakt niet uit. Dan word je vanavond op de neus met de neus op de feiten gedrukt, met name in de eerste helft, dan. Ja, je komt heel ongelukkig achter door een gigantische fout in de achterhoede. Dan is dat op dat moment een klap die je maar te boven moet zien te komen. Dat dukte in de restant van de wedstrijd, of van de eerste helft. Met name lukte dat niet echt. Nee, ik denk niet alleen dat het die fout is geweest. En nee, dat je naar de, de, de totale eerste helft moet kijken. Dus, Dan loop je ja. gewoon achter de feiten aan en werkt het niet. En ja, Dat is gewoon zo jammer. Heb je daar zelf een verklaring voor? Waarom het niet liep? Nee, nee, dat kan ik niet duidelijk zeggen. Kijk, je loopt een beetje achter de feiten aan. En misschien willen sommige meiden wel heel veel geven. Waardoor je achter de feiten aan gaat lopen en niet uh, bij elkaar kan krijgen. Misschien is dat een reden. Het lijkt wel of jullie in de eerste helpt, met name dan een beetje... Ja ten neergeslagen voetbal, een beetje apathisch. Er zat ook weinig pit in op, uh, op bepaalde momenten. Heb je dat ook eens zo ervaren in het veld of niet? Ja, ik denk dat als je dat gaat vergelijken met de tweede helft... dat je daar wel een wereld van verschil in ziet. Dat je wel de mouw opstroot en wel uh, ervoor wil gaan. En ik denk dat je dat in de eerste helft te komt. Na de rust uh, worden er twee uh, speeltjes ingebracht. Jamie en uh, Janneke. Die combinatie met aan de rechterkant is Rijsberg... die de bal twee keer goed voorgeeft uh, op... Uh, van Belen, ja, dan moet je ook even de mazzel hebben. De eerste kwam ze net niet bij. En die tweede kop ze gewoon goed in. Alleen ja, dan staat de paal in de weg. Ja. Als die bal er wel in gaat, dan krijg je denk ik interessant nog een hele aardige wedstrijd. waar jullie nadrukkelijk op zoek kunnen naar die gelijk maken. Ja, dan wordt het voor het ook gewoon veel moeilijker. Komen ze meer onder druk te staan uh, als die bal uiteindelijk erin ligt. En dan ga je zelf ook nog meer kansen krijgen. En dan ga je ook nog meer naar voren voetballen. Ja, tuurlijk geeft dat een ander beeld in de wedstrijd. Hoe hard komt deze klap aan? Nou, ik denk dat we gewoon de koppen bij elkaar moeten steken, uh, hoofd omhoog en uh, volgende week zaterdag heb je gewoon een hele belangrijke wedstrijd voor de beker. Ja, je wil daar gewoon staan, want je wil gewoon weer die finale bereiken als vorig seizoen. Uh, dus je hebt geen andere keuze om gewoon kop omhoog en door te gaan. Vorige week bij Ajax, uh, ondanks die twee in nederlaag, was er een perspectief van of er ligt nog een gelijkspel. Het voetbal wat jullie daar lieten zien, heb je hem vanavond met name in de eerste helft totaal niet laten zien. tweede helft herstel je je dan, maar... Dan denk je toch tegen een Zwolle, Minder tegenstander dan een Ajax. Maar de realiteit is dat je die uit met 3-0. En hier thuis met 2-0 verlies van de Zwolle. Dat is wel de realiteit, denk ik. Dat is zeker de realiteit. En misschien kan je tegen Ajax een stapje erbovenop doen. En denk je tegen Zwolle, nou het kan wel. Het is wel toch een mentale kwestie. Want tegen de toploegers presteren jullie gewoon. Even afgezien van de uiteindelijke resultaten. Beter schijnt het. Als bijvoorbeeld zoals vanavond. En misschien even met focus te maken. Hoe ga je de wedstrijd Precies. in? Uh, sta je wel 100% scherp erop? Beuk je er wel volle bak in? Uh, wat tegen de ene tegenstander wat makkelijker gaat dan tegen de ander. Maar dat moet tegen elke tegenstander zijn. Volgende week, zoals je net al aanhaalt, de beker. Is dat ook het doel wat jullie hebben voor jezelf? Van als de competitie niet lukt, dan moet het de beker maar gebeuren? Nou, het is niet als. Je wil altijd in elke wedstrijd, of de competitie is op bekers, wil je gewoon, uh, ja, gewoon een mooi resultaat halen. En beker, ja, wij als ado zijn uh, hebben wel een geschiedenis in de beker vaker de finale gehaald of halve finale. Dus ja, da daar willen we wel vol voor gaan. Je hebt uh, je debuut gemaakt uh, hier thuis. Voor het zelf al tegen Japan. Dat smaakt naar meer, denk ik. Tuurlijk. Ja, dat zijn mooie wedstrijden. Kijk, ook jammer dat daar ook geen publiek bij kon zijn. Uh, maar het zijn wel hele mooie wedstrijden en ja, tuurlijk wil je daar meer van hebben. Sjaak, vanavond een wedstrijd gezien. waarvan ik persoonlijk vind dat het tot nu toe. die ik gezien heb, de minste was. Waar spel. Ja. Eens? Uh, ja, bij Faya. Ja. ja. Er gaat met een bepaalde verwachting die wedstrijd in. na nou, vorige week bij Ajax gewoon goed gepresteerd hebben. en ook nog alle kansen op die gelijkmaker uh, hebt gehad. dan verwacht je vanavond een grotere ado. Dat heb ik vanavond niet gezien. Met name oh. zeker in de eerste helft niet. Dat... Daar ben je net op tijd te corrigeren. Uh, de eerste helft, uh, ja totaal niks van teruggezien eigenlijk. En de tweede helft uh, hebben we het ook uh, ja, anders neergezet. En ik vond dat, uh, ja, dat was wat. Ik, 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 ik heb het zo ook gevraagd. Uh, er kunnen heel veel dingen mislukken. Echt heel veel. Maar elkaar laten zakken, dat, dat kan gewoon natuurlijk niet. En, en dat was eventjes een punt voor mij in de rust om het aan te halen. Hoe kan dit? Ja, en uiteindelijk, als je dan zo'n tweede helft op de mat brengt, waardoor ze weinig kans hebben gehad, ja, en wij uiteindelijk wel uh, alles hebben gedaan om die aansluitingstreffer te maken, uh, nou ja, dan moet je een beetje geluk hebben, in de afwerking nog. Bal op de paal. Ja, Een schot die uiteindelijk wordt geblokt. Uiteindelijk bij de tweede paal net misgegleden. Ja, dan moet het weer meezitten. Maar als je een echte goede wedstrijd wil spelen, dan moet je vanaf begin wakker zijn. Ja, dat was helaas even niet. Je komt natuurlijk na een half uur heel ongelukkig op een 1-0 achterstand door een fout in de defensie. Ja, dan is het moeilijk om daar tegenaan te knokken natuurlijk, op dat moment. Ja, maar dat is voor iedere tegenstander. Ik vind het juist mooi dat die meiden voor mij dat gewoon ook durven. Maar we hebben ook gezegd, we moeten wat zakelijker worden. Ja, en, en dan gebeuren dit soort fouten eenmaal. Ja, dat goed. Uh, dan kan je wel heel boos om gaan worden. Maar uh, eigenlijk wil ik ook gewoon lekker voetballen. Maar we hebben gewoon tegen een uh, heel goed voetballend uh, pack gespeeld. Die heel goed onder de druk uitkwam uh, in, in de opbouw van hun. En met name daar, uh, daar moesten wij wat op, uh, op gaan doen. Nou, we hebben daar ook op getraind. We hebben alle beelden doorgenomen. Vanuit daar ja, hebben we ook een fase op een training doorgegeven. Van als ze dit gaan doen, ja, dan moet het doorgestapt worden. Ja, en dat gebeurde niet, waardoor je eigenlijk in een ondertal kwam. Je ja, had het zelf al over de tweede helft. Je brengt dan Rausbergen en Van Belen in. Nou, dat resulteerde op een gegeven moment ook in twee uitstekende voorzitter van Liz Rijsbergen. De eerste kon ze net kort, van Belen. Ja. Die tweede kop zo goed in, gewoon. Alleen ja. Paal staat ook in de weg, dan moet het even meezitten op dat moment. Want als het 1-2 wordt, dan wordt dat een heel andere wedstrijd, denk ik. Ja. Want ook als hij het 1-2 gevallen had, er was nog tijd zat op dat moment. Nou ja, er was ook tijd genoeg. Maar weet je wat het verschil is? Uh, als ik het zo uit mag leggen, het, het, het lijkt wel alsof ze het gevoel niet meer hebben om uiteindelijk te denken: van. hé, hey, deze bal die, die, die geef ik een ros. Ja, en ik vind dat je daar gewoon. Uh, ik, ik vind ook dat we te weinig schieten, hoor, moet ik zeggen. En we hebben continu af, afwerkvormen gedaan. Uh, ook in patronen. We hebben Richard als spitsen trainer. Uh, ja, in het begin liep alles naar rolletjes. Maar ook met tegenslagen moeten we gewoon opstaan. Hè? Ook als het wat minder loopt. Het gaat nou niet eenmaal eventjes zo van de oh, dat doen we wel even. Wij zijn Ado. Wij zijn niet de beste. Wij zijn wel het beste team. Dat vind ik wel. Ja, en en dat, moeten, dat moeten we gewoon uitstralen. En dan krijgen we vanzelf wel mogelijkheden. Alleen ja, dat, dat ze er nu moeilijk in gaan. Ja, dat is, dat is een feit. Ja. De prestatie van vanavond. Over 90 minuten ben je dan toch teleurgesteld. In de zin van dat ze niet gebocht hebben wat ze normaal nee, niet ik ben kunnen niet, brengen. Ik ben niet teleurgesteld. Ik kijk altijd eerst naar mezelf. Uh, hebben wij de juiste dingen gedaan? Uh, ben ik net achter alles doorgelezen? Uh, alles nagekeken? We hebben echt alles doorgenomen. En uh, ja, en waar de eerste helft aan heb gelegen, ja, dat weet je niet. Je weet niet wat het gevoel is. Maar als je de tweede helft ziet, heb ik een geweldige strijd bij Adel gezien. Eh, opportunistisch, veel duelleren. Eh, tweede ballen proberen te pakken. Ja, dat er individuele fouten worden gemaakt. Ja, zo so be het. Maar als die bal dan binnen Kampaal erin vliegt, eh, wat, wat uiteindelijk ook nog even mee moet zitten, dan heb je nog heel veel tijd. En dan kan je nog wel eens voor onrust zorgen, maar. Ja, op basis van de eerste helft hebben je niks in te brengen. Maar op basis van de tweede helft ja, vind ik wel dat ze wat meer verdienen. Ja. Wat betekent dit voor de rest van de competitie, in jouw optiek? In mijn optiek uh, dat we nu een, een klap om onze kanus hebben gehad. Maar we zijn hier knockout gegaan. Dus uiteindelijk gaan we gewoon door. En uh, de groep die is nu ja, best wel uh, te neergeslagen. Uh, met name zo teleurgesteld. Ik heb zo ook verteld, ik ben ongelooflijk trots op de wijze waarop je die tweede helft start. En dat moet uiteindelijk gewoon weer terugkomen. gedurende de 94, 95 minuten. En als dat gebeurt, ja, dan hebben we weer uiteindelijk weer, ja, de power. om, om, om ook in deze, dit soort wedstrijden. Uh, tot moeilijk, tot kansen komen. Ja, om, om, die, om die aansluiting te maken. Maar goed, we hebben het vaker gezien, hè? Als we die aansluiting kunnen maken. Ja, dan lukt het weer niet. Ja, en uh, ik weet niet of dat met een bepaalde druk uh, te maken heeft. Dat weet ik niet. Maar ik ben totaal on ja, echt gewoon trots op mijn spelersgroep. Trainerhard. Ja, en je hebt wel eens van die wedstrijden dat het niet lukt. Ja. En er was vanavond er eentje van? Nou, met name zeker die eerste helft. Ja. Dus uh, niet de gehele wedstrijd, want daar ben ik het niet mee eens.